Twee nieuwe namen, Mabea en Perdikidzi. En dat betekent dus dat de Kuiper opnieuw op zijn favoriete plaats links in het middenveld mag postvatten. 1A te bewonderen gaan zijn doelman Tom van den Bergen en aanvallende middenvelder Youssef Chalouk. Zij hebben beide getekend om vanaf volgend seizoen in de Jupiler Pro League. Slechte inspeelpas van Jordanov. Dit zijn momentjes voor Deinze. Snel omschakelen, want hier is Lennart Mertens. Goeie beweging van Mertens en die gaat scoren. Oh, dit is een fraai afgewerkt doelpunt voor KMSK Deinze. Te laat in zijn uitkomen, probeert zich nog breed te maken. Goeie beweging van Mertens en dan simpel binnen tikken met links. En de het wordt de linker van Janssens of de rechter van Hendricks. Wordt Janssens die hem dropt en een goede bal! Hij zo na 0-2. Hendricks gaat mee. Kijk eens wat een ruimte. Mag doorgaan. Chalouk plaatsen en de save nodig van David Jensen. Oh, goede beweging van Dansoko. Stel je dat nog eens voor, hier is Chalouk in de allerlaatste seconde van de eerste helft en die gaat erin. Nee! David Jensen nog met een ultieme kattensprong wordt er nog eens geschoten. Nee! Wel. KMSK Deinze nog een loeier van Christophe Janssens. Mogelijke penalty of niet? Nog eens kijken, want de actie van Dansoko, die mag ook zeker gezien worden. Zet daar Seigers in de wind. Hier komt Chalouk, die gaat niet trappen. Het is de Pelder die trapt en dan wijkt die bal af en is er een ultieme kattensprong nodig. Foster neemt hem mee. Lyle Foster! Nee! Grootste mogelijkheid in de partij voor thuisploeg KVC Westerlo. En counteren. Chalouk aan de andere zijde van het veld. Is Mertens. Heeft Chalouk dat gezien? Ah, wacht even af. Twee man voor zich. Van Edo en Perdikidzi. Hier is Fraser. Dan Soko. Die wil wel eens trappen natuurlijk. Dan Soko! Het is 0-2 voor SK Deinze. Ze hebben een karrevracht aan kansen gehad hoor in de wedstrijd. SK Deinze om 0-2 voor te komen. En kijk eens aan wat hij een paar dagen later uit zijn rechtervoet tovert. Propertjes in de kruising geplaatst. Geen schijn van een kans voor David Jensen. En 0-2 zit verliespartij nummer 3 van het seizoen eraan te komen voor KVC Westerlo. Meegeven. Foster naar binnen knijpend en dan zocht hij opnieuw naar de Kuiper. Veel ruimte nu. Heel veel ruimte voor Dylan de Pelder. Drietal mensen mee van Deinze. Wat doet de Pelder? Hij gaat voor eigen gewin. En die bal gaat erin. Het is toch niet waar, zeker. Ook deze bal gaat erin. En zo moet Westerlo de kelk helemaal ledigen tot op de bodem. 0-3 maar liefst. Mensen. Ondertussen, terwijl nog eens de goal van de Pelder wordt. En een waarschuwingssignaal voor het komende weekend, want dan komt Moeskroen over de vloer. Ook een gevaarlijke wedstrijd. Abrahams nu. Die wil ook wel eens een duit in het zakje doen. Maar in de korte hoek zit David Jensen erbij. Gaan moeien in de debatten voor die felbegeerde tweede plaats. Een plaats die recht geeft op barragewedstrijden tegen de voorlaatste uit de Jupiler Pro League. Wie weet gaat Deinze ook nog meespelen om die knikkers.